ruimt zo. Wat hebt u vandaag allemaal gedaan? In de open lucht geschilderd. En mijn vrouw Sientje heeft een portret geschilderd. Een eenvoudig diner gebruikt. Leuk. Leuk schilderij daar ook in het midden. Ja, het is bijzonder goed geslaagd, vind ik. Vind je het, Sientje? Ja. Nou, meestal denk ik alleen maar familieleden. Maar dit keer vanwege het 125 jaar jubileum heb ik een keer dus zomaar iemand genomen. Nou, dat is goed gelukt naar mijn idee. Oh, hartstikke leuk dat u nog ontmoet hebt. Maar ik heb net gehoord dat we dat ook nog verder kunnen schilderen. Dat moeten we nog even overleggen. Ja, 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 ja. Nou ja, persoonlijk schilder ik toch liever de zee en de lucht dan... Niet meer hier op het plein. Nee, niet meer. Ja. Ja, en zeker met die blauwe, kale luchten waar weinig moois aan te beleven is. Nou, ik vind het wel spannend in de stad. Ja, persoonlijk heb ik liever mooi gehaagse grijs. Ja. Ja, en de Haagse school. Maar de Haagse school van nu is een andere Haagse school dan die van toen. De Haagse school van nu is een naam geworden die door anderen gebruikt wordt en niet voor hetzelfde onderwerp. De Haagse school is grijs in ieder geval. Hoort grijs te zijn. Oké, okay. Nou, ik vond het heel leuk met u gesproken te hebben. Dank u wel voor het interview. Graag gedaan. Hallo. Hallo. Dames en heren, Sientje staat op de bres voor de Haagse school. Het is maar dat u het weet. Want zij is natuurlijk uit de 19e eeuw even hier naartoe gestapt om ons bij de les te halen. Want de Haagse school, er is maar één Haagse school en haar echtgenoot en zijzelf maakte daar natuurlijk deel van uit. Nou, u begrijpt, het is werkelijk een eer en een genoegen om hier naast de heer en mevrouw Mesdag te mogen staan op ons prachtige Anna Polonaplein. En Anna Polona zit ook nog op het bankje, dus het is werkelijk om u tegen te zeggen. Goedenavond. Ik wil u wel vertellen dat het natuurlijk echt ook hartstikke mooi is dat ik in mijn eigen buurtje dit soort van handelingen kan verrichten. En dat kan alleen maar doordat er een enorme inzet is van professionals en volgens mij ook van heel veel vrijwilligers hier. Want u heeft allen de handen aan de ploeg geslagen om deze fantastische avond mogelijk te maken. Maar dames en heren, we zitten natuurlijk ook wel in een hele bijzondere constellatie hier. We zijn echt dikke bofkonten, we zijn spekkopers. Want hier in ons eigen buurtje hebben we zoveel dingen waar je gewoon kippenvel van krijgt. Natuurlijk het panorama, dat is zo klaar als een klont. Natuurlijk het museummesdag, maar ook allerlei andere zaken waar we hartstikke trots op kunnen zijn. Van de, nou daar om de hoek, Regentenkamer, het Museum voor Communicatie, Stroom HCBK, ik zie Stroom staan. Kortom, het is eigenlijk te veel om op te noemen. En het allerleukste is dat al die instellingen voor kunst en cultuur gewoon meedoen in ons mesdagoploopje. Dus dat smaakt gewoon naar meer. En ik wil heel erg graag al die initiatiefnemers, Maartje voorop, hartelijk bedanken voor dit fantastisch leuke idee. En dat je dat dan nog tot uiting brengt, ook is helemaal weergaloos. En natuurlijk ook al diegenen die zich op welke manier dan ook, of men nu zichzelf in een fantastisch kostuum heeft gehezen, of dat men dat nog gaat doen hedenavond. Hartelijk danken ook daarvoor, want ik heb ook begrepen dat Couperus himself nog langskomt. Dat is ook fantastisch. Dus volgens mij is het één brok genieten, dames en heren. En laten we dat ook met z'n allen gaan doen. En ik vind het een ontzettende eer dat ik hier op mijn eigen pleintje de boel mag openen. Dank je wel daarvoor. En een goed voorbeeld doet goed volgen. Dus ik hoop dat er veel meer van dit soort pleintjes in Den Haag zullen zijn met dit soort mooie initiatieven. Dank! Zullen wij samen aan deze vlag trekken? Wauw! Ja, het mesdag wordt hier.
Oh, dat is helemaal geweldig. Ja, dat is speciaal voor gebouwd. Zo. Yes. Bravo. Hartstikke goed. Ja. Daar ga je heen. Ja.